goed met de stad. De stad ontwikkelt zich en de meeste mensen ontwikkelen zich mee. Maar helaas zijn er ook nog veel mensen die langs de kant staan. De werkloosheid is hoog. Daar willen we als college hard aan werken. En werkloosheid is nadrukkelijk niet hetzelfde als armoede. Want ook dat zien we nog te veel in de stad. Armoede onder mensen die helaas niet mee kunnen doen. Maar ook armoede onder mensen die werken. Gezinnen die elke maand weer moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En als college willen we ons daar ook voor inzetten. Enerzijds door de werkgelegenheid te verbeteren, werk te maken van de arbeidsmarkt. En anderzijds door een sociaal vangnet te bieden aan de mensen die helaas echt niet mee kunnen doen, zodat zij uit de armoede kunnen komen. Het versterken van de arbeidsmarkt kan de gemeente nadrukkelijk niet alleen. Dat doen wij samen met onze partners in de stad en regio, het onderwijs en het bedrijfsleven. We staan hier bij de Duurzaamheidsfabriek en dat is daar een mooi voorbeeld van. Hier heeft het onderwijs, ondernemers en de overheid hebben elkaar gevonden en wordt er gewerkt aan een duurzame technisch onderwijs en een duurzame uitstroom richting het bedrijfsleven. Het versterken van de arbeidsmarkt begint bij goed onderwijs. En als gemeente zetten we daar al heel vroeg in. Vroegschoolse educatie kan ertoe bijdragen dat kinderen zonder leerachterstand instromen in het basisonderwijs. Daarna is het belangrijk dat ze ook de stap maken naar het middelbaar onderwijs en uiteindelijk naar het beroepsonderwijs of naar het hoger onderwijs. Op dit moment zitten er zo'n 300 jongeren thuis, zonder startkwalificatie, zonder diploma. Die jongeren willen we beetpakken. We willen er ons niet bij neerleggen dat ze thuis blijven zitten. Dus we willen hen weer perspectief geven door hen een opleiding aan te bieden of een gecombineerd leerwerktraject, zoals in de nieuwe Dordtse Biesbos. Verder is het belangrijk dat we de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt versterken. Op dit moment kiezen nog te veel studenten voor een studie richting een beroep wat er straks niet meer bestaat. In deze regio hebben we sterke industrie, maakindustrie, maritieme industrie en het is belangrijk dat we techneuten gaan afleveren. Dus daarom willen wij als overheid samen met het bedrijfsleven, samen met onderwijs, studenten stimuleren om de juiste keuzes te maken. Een keuze die toeleidt naar werk en niet een keuze zonder perspectief. Het is belangrijk dat iedereen meedoet. Door het volgen van een opleiding of door het hebben van een baan. Maar ook als je daartoe niet in staat bent, willen we dat je meedoet. Niet thuis blijven, maar onder de mensen zijn. Je steentje bijdragen aan de samenleving. Wij willen niemand afschrijven. Iedereen doet ertoe.